Meneer, vraag je, is dit interessant voor u? Misschien. Het is altijd interessant. Het is allemaal interessant. Anders was u hier niet. Precies. Ik vind het machtig, mooi. Ja. Heb je interesse in een cameraatje? Plan om iets, of gewoon lekker neuzen, weer informatie opdoen? Informatie opdoen, kijken wat nu de markt is, zeg maar, wat de mogelijkheden zijn. Een beetje op de hoogte blijven? Ja, dat hè. Dus, ik zit in het onderwijs, dus voor mijn studenten ook belangrijk dat ze de nieuwste ontwikkelingen zien. Die zijn hier ook. Dus, ja, hoe beleeft u zo'n dag eigenlijk? Hoe ik zo'n dag beleef? Relax. Kijkt u er naar uit eigenlijk? Nee, ik ga er gewoon heel open in. Dus, niet straks van volgend jaar weer? Nou, volgend jaar ben ik er ook weer. Dat weet ik nou al. Dus, ja, dat wel. Dat wel, ja. Ja. Maar het is, niet zo enthousiast als bijvoorbeeld in de beginjaren? Nee, hetzelfde. Hetzelfde. Gewoon nieuwsgierig. En ja, je hoort wat en nou zie je het ook, weet je wel. Dus de nieuwste dingen staan hier. Goed op de hoogte blijven van de spulletjes. Ja, precies. Dan blijf je eigenlijk scherp, denk ik, hè? Ja, nee, dat moet je wel. Hè. Als je in dit vak... doseert en met studenten te maken, dan moet je op de hoogte blijven. Dus, u bent leraar? Ja, ook docent. Ja, dan hoort het bij je werk inderdaad. En dan vergt het eigenlijk nog veel meer van u als van ons. Nee, ik vind het niet zo dat ik word er niet moe van. Ik vind het leuk. Dus, je hebt er plezier in, maar ja. je moet in principe als leraar moet je veel meer informatie gaan vergaren als misschien de verkoper zelf. Want de verkoper die komt met een ander praatje als u natuurlijk. Ja. Want de verkoper zal je niet de nadelen vertellen. Nee, dat klopt. Ja, ons probleem is natuurlijk als consument dat je zoveel keuze hebt. Dus wat is dan de beste keuze? Waarom kies ik daarvoor en niet daarvoor? Dat is vaak heel moeilijk. Omdat je maar één keer een euro uit kunt geven. Dat is, consumenten hebben het niet makkelijk, denk ik, tegenwoordig. Nee, ja, ik denk ook, tenminste, ik als leraar zou mijn leerlingen ook gewoon adviseren. Nou, ik heb dat gebruik en dat gebruik heeft me zo'n resultaat gegeven. En als ik dat zou gebruiken, dan kom ik die richting uit. Doet u ook zoiets, of... Kijk, het onderwijs is natuurlijk een beetje een ander verhaal, omdat je nooit, je loopt altijd een beetje achter de feiten aan, omdat je niet het budget hebt wat professionele bedrijven hebben. Maar belangrijk is dat je toch wel weet, hè? Want uiteindelijk wordt het allemaal steeds goedkoper en dat is ook de ontwikkeling is eigenlijk dat je voor steeds minder, met steeds minder investeringen een high-end product kunt afleveren. Dat is leuk voor de consument. Voor veel bedrijven is het minder leuk, want die verliezen zo een bepaalde markt. Dat steeds meer mensen hetzelfde kunnen en doen. Maar goed, dat is ook weer een markt, zeg maar. Dus ieder nadeel heeft zijn voordeel. Hè? Dus, het heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen natuurlijk. En hoe lig je de leerlingen in? Hoe bereid je ze voor op dingen die constant aan het veranderen zijn eigenlijk. Ja, nou dan, je moet je bewust maken het feit dat techniek een middel is en geen doel. Hè? Dus het gaat erom wat je maakt en hoe je het maakt, dat is natuurlijk twee. Je probeert zoveel mogelijk kwaliteit te krijgen, maar uiteindelijk gaat het vooral om de inhoud en de vormgeving. En ja, zeg maar, hè, dat kun je met allerlei dingen doen. Dus de techniek is natuurlijk niet het belangrijkste. Wel belangrijk, maar niet het belangrijkste. Heel essentieel. Maar soms is techniek als het een beetje achterblijft, kan het ook een beeld creëren wat veel machtiger kan zijn met een betere techniek. Maar dan maak je er bewust gebruik van, zeg maar. Dus dan weet je waar je mee bezig bent.
Dus, nee, maar dat is, daar moet je ze altijd wel op wijzen. Dat, het gaat nooit om het cameraatje of om het, maar gewoon uiteindelijk om wat je, hoe je het in beeld brengt en wat het een beetje doet, zeg maar. En dan probeer je natuurlijk wel zo hoog mogelijk beeldkwaliteit te krijgen. Dat moet je altijd proberen. Maar dat is vaak ook een kwestie van, ja, hoeveel geld is er beschikbaar? Dat zijn altijd de opties van, hoeveel geld is er beschikbaar? Wat zijn de middelen? En welke vaarwater kan ik... Wat is het doel? Waar gaat het op uitgezonden worden? En zo? Dus als het op internet komt, ja, dan moet je niet moeilijk doen met een RED-camera. Maar dan pak je gewoon een consumentencamera. Toch? Dus waar is dit voor? Is dat dit is voor Rotterdam Star TV. Okay. We zitten in Rotterdam. We zenden op internet uit. Ja. Okay. En, een beetje informatief. Ja. Dit is een leuke dag voor inderdaad mensen die een beetje in de media rondneuzen of iets dergelijks doen. Nee, maar goed, nee. De mensen die hier, het is natuurlijk wel Walhalla hier, hè? Dat je allemaal tegenkomt. En, ja, nou wordt het weer in één keer 3D, hè? Dus wat gaat dat weer worden en hoe ziet dat eruit? En... Ja, inderdaad, dat wordt waarschijnlijk de toekomst, ja, hè? Met twee camera's tegelijk, of misschien wel 3 of 4 straks. Ja. Maar goed, dat staat ook erg in zijn kinderschoenen, maar wie zal het zeggen? Misschien wordt het helemaal niks, misschien wordt het... Dat is ook interessant, hè? Ja, wat is het over 10 jaar? Dat weet niemand. Dus, ja, dat is altijd een moeilijke moeilijkheidsgraad. Maar ja, goed, dank u wel, Paul François. Ja, graag gedaan. Succes. De groeten. Uitzending. Dank u wel. Oké, hi. Ja, hoe fijn? Ja, heel fijn, informatief, veel dingen zien. Betekent heel veel voor u. Wat zegt u? Betekent heel veel voor u. Ja, dus voor mindset, hè, bepaalde technieken zeg maar, die er nu zijn. En zien wat we daar allemaal weer mee kunnen. En er zijn veel nieuwe ontwikkelingen natuurlijk. Dus, Ben je jaarlijks aanwezig? Nee, eerste keer. Eerste keer? Ja. Ah, groentje. Ja. Nou, niet in het vak, maar wel in de beurs. Ja, ik ben ook in de beurs ook voor het eerst hier, maar kijk mijn ogen uit. Ja, er zijn veel mooie dingen te zien, dus ik heb er wel gezien. Dus ja, inderdaad, een walhalla voor de mensen. Dit is wel handig als je in het vak zit om mee te maken, ja. Dus, volgend jaar weer? Mogelijk, ja, want ik denk wel dat ik een beetje bij wil blijven nu. Dat is wel... Ineens word je zo eigenlijk geëxpand, hè? Zo. Nou, ik heb natuurlijk al met vakbladen wat dingen gelezen, zo, maar dan ben je toch, zeg maar, als je dingen ter plekke kunt bekijken en dingen persoonlijk kunt vragen, dat werkt gewoon wel zo lekker. Dus, nee, dat bedoel ik, want je wil altijd op de hoogte blijven, je bent steeds informatie aan het vergaren, maar ik bedoel, als je hier binnen wandelt, dan is je horizon ineens breder. Uiteraard, je ziet inderdaad alles wat er speelt op dit moment, dus, en dat is heel veel. 3D met name, dat was voor ons dan iets minder aantrekkelijk. Waarom? Nou, wij zien daar niet zozeer een toekomst in. Nee, maar de meeste mensen zien dat als wel een toekomstbeeld natuurlijk. En... Niet met een brilletje op zitten. Nee, maar die bril die zal natuurlijk ook op den duur verdwijnen. Mogelijk. Nou, dan kijken we eens weer. En dan ziet het wel misschien de toekomst in voor u? Houd gewoon een beetje in de gaten, dus... Oké. Okay. En wat voor bedrijf was die dan? Ja, ik ben van de school. Ja, CIPAP in Zwolle. Multimedia opleiding. Dus. Ook weer informatie aan het vergaren. Ja, zeker. Voor onze studenten. Ja. Volgend jaar met de leerlingen mee? Mogelijk. Ja, nou, hij moest een dagje vrij kunnen. Dus is even, wie weet. De directeur even weer. Oké. Fijne dag. Ja, dank je wel. Dank je.